Mocht u zich nog afvragen wat u vanavond kunt gaan eten. Mike, ik weet niet of jij al plannen had, maar inspiratie... Ik ben nooit ver van tevoren. Nou ja, inspiratie misschien vandaag op de A65. Heel bijzonder, maar de snelweg lag vannacht namelijk bezaaid met sperziebonen. Ja. Kijk, we zien het hier in beeld. De politie die was aan het surveilleren ontdekte rond 2 uur... dat het helemaal vol lag met sperziebonen. Samen met Rijkswaterstaat hebben ze de boel opgeruimd. Ze hebben nog best wel een tijdje zijn ze daarmee bezig geweest. Om 4 uur werd de weg weer vrijgegeven, dus u kunt er gewoon weer overheen. Ja, en hoe die bonen nou op de weg zijn gekomen, dat is nog en wat gebeurt en wie ze er mist. En ja. Wat gebeurt er nu met die bonen? Ja, ik ben bang dat die niet meer gegeten kunnen worden. Lijkt me niet heel lekker.